Amstelveen heeft een nieuwe fietsroute. De route is samengesteld door de ANWB en de boeren van Amstel en leidt door polders en het Amsterdamse bos. Maar wat is de reden om deze route samen te stellen? Omdat hier nog geen hele mooie fietsroute was. Dus wij dachten, laten we de stedeling aan de hand nemen en door het mooie Amsteland leiden. Want in samenwerking met de ANWB, hoe is dat tot stand gekomen? Nou, je hebt de Groene Stelling en Boeren van Amstel werkt weer samen met de Groene Stelling. En een van de doelstellingen is dat wij hier de natuur rondom Amsterdam open gaan stellen of nog meer openstellen. Of laten zien dat dat er is en mensen daar naartoe trekken. Want de vraag is dan natuurlijk van waarom gaat een lokaal melkbedrijf zich bemoeien met fietsroutes? Ja, wij zijn natuurlijk eigenlijk een natuurinitiatief en wij willen de natuur verbeteren. En dat doen we door de zuivel van de aangesloten boeren te verkopen. Ja, en dat is natuurlijk heel belangrijk dat we ons verhaal kunnen vertellen en dat we het verhaal van de boeren kunnen vertellen. En die boeren zijn blij met de fietsroute. Ja, het is toch heel mooi dat dit weer een manier is om de polder en het gebied weer in de kijker te krijgen. En het is een hele mooie fietsroute om te doen. Want hoe belangrijk is het om die polder in de kijker te krijgen? Nou, wij zien het als ondernemer hier in de polder dat ons voortbestaan toch ook wel afhangt van de omgeving. Zij moeten ons ook hier wel zien zitten. En daardoor moeten ze ook het gebied kennen en ons een beetje leren kennen en de waarde van dit gebied leren kennen. En dat kan door te fietsen natuurlijk. Marie-José is gevestigd in de Bovenkerkerpolder. Een polder die meer is dan alleen grasland. Nou, de Bovenkerkerpolder is een belangrijke polder omdat het eigenlijk een van de middelpunten is van de weidevogels. De grutto, Nederlands nationale vogel. En nou is die vogel belangrijk, maar misschien het hele verhaal eromheen. Het ecosysteem van de natuur is veel belangrijker nog. Wij noemen de grutto altijd een vliegende biodiversiteitsthermometer. Die gaat daar alleen zitten waar die zeker weet dat of zij kleintjes groot kan brengen. En dat betekent dat er genoeg voer onder de grond moet zitten en dat er genoeg voer boven de grond moet zitten. Boerin Marie-José zorgt dan ook dat alle omstandigheden perfect zijn voor de vogels. Wij doen dat door het graslandbeheer op het broeden van de vogels af te stemmen. Dus wij maaien pas half juni. Bijvoorbeeld en andere boeren die maaien ergens in april of mei. Ja, en dan hebben de vogels geen kans om jonkies te krijgen. Dus we moeten zodanig beheren dat die vogels en eten hebben voor de jonkies, eten hebben voor zichzelf. Hallo. En de rust hebben om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Om het gezin te zijn. Hè? Nog even terug naar de fietsroute. Waarom deels door de Bovenkerkerpolder en niet door bijvoorbeeld de Ronde Hoep? Het was een soort wielerrenbaan en die is al druk genoeg. We hebben juist gedacht, nou, we willen de aandacht vergroten door de snelheid te verminderen. Dus als mensen nou rustig over een andere route gaan, hè, en dat is een deel hier door Amstelveen, door het Amsterdamse bos, aan de andere kant van de Ronde Hoep, dan krijg je veel meer spreiding van het toerisme of van de recreant in dit geval. En we hebben er dus voor gekozen om de Ronde Hoep voor een deel te skippen. De route is te vinden via de Erop Uit-app, maar ook via de site van 1 Amstelveen.